zouden we ook moeten doen. We zouden ook bij elkaar moeten komen om de Koran te bestuderen. En het zou fijn zijn als er mensen waren die tafsirlessen gaven. Uitleg van de Koran. En veel van de grote geleerden op het gebied van hadith, zoals imam Malik en Zuhri. Allemaal grote geleerden op het gebied van hadith. Als de maand Ramadan aanbrak, gaven ze geen lessen meer in hadith. En ze beperkten zich door het lezen en bestuderen van de Koran. Ook wat heel erg belangrijk is, het verblijven in de moskeeën. Tijdens de maand Ramadan, probeer het. Probeer in de moskeeën voor een tijdje te blijven. Een aantal mensen komen de moskee binnen, heel snel. Mensen hebben al rak'a gebeden, dan pas komen ze binnenlopen. En dan heel snel gaan ze weer weg. Die hebben eigenlijk de zoetheid van het verblijven in de moskee niet geproefd. En als ik je een tijdstip mag aanraden, dan zeg ik na Salat al-Fajr. Tot dat de zon eigenlijk, of tot de zonsopgang. En Anas radiyallahu an, overlevert dat de profeet zei, wie het ochtendgebed in de moskee bijwoont en daarna zich bezighoudt met het prijzen van Allah totdat de zon opkomt en vervolgens twee rak'at verricht, hem komt de beloning toe van een volledige hajja. Dat is een grote bedevaart. En een umra, een kleine bedevaart. Dus je hoeft alleen na Salat al-Fajr in de moskee te blijven, maar je houdt je dan wel bezig met het prijzen van Allah, subhanahu wa ta'ala, totdat de zon opkomt. En dan sta je op en dan ga je twee rak'at verrichten. En mag ik je advies geven? Als we het hebben over reciteren van de Koran, hebben over het verblijven in de moskee, en als ik zeg verblijf in de moskee, dan bedoel ik ook natuurlijk l'i'tikaf, wat bekend is bij velen, hè? Dat wat altijd de laatste 10 dagen van Ramadan plaatsvindt, verblijven in de moskee, dan zou ik je adviseren, zoek een moskee waar je niet bekend bent. Mijn advies aan jou. Ik vind het fijn dat je hier naartoe komt, maar ik zou tegen je zeggen, zoek een moskee waar je niet bekend bent. Waarom? Zou ik zeggen waarom? Omdat je daar, dat niemand jou kent eigenlijk, dan kun je ook helemaal toewijden aan het reciteren van de Koran en aan het verrichten van extra gebeden en aan het prijzen van Allah subhanahu wa ta'ala. Als jij hier komt, ik zie het zelf ook. Als ik hier de deur binnenloop, dan kom ik de eerste persoon tegen. Blijf ik staan praten. Tweede persoon. Derde persoon. Voordat ik het weet, is Adhan al geweest. Voordat ik het weet, is de Iqama al geweest. Voordat ik het weet, zijn ze al begonnen. En als ik hier het Iqaf ga verrichten, hetzelfde. Dan komt de ene persoon wat vertellen, de andere persoon komt wat vragen en zodoende. Voordat je het weet, heb je zelf helemaal niks gedaan. Dus ik zou tegen je zeggen, zoek een moskee waar je niet bekend bent. En ga daar de i'tikaf verrichten. Ga daar je Koran reciteren. En ga daar je extra gebeden verrichten. En als je weer zin in hebt in praten, kom weer hier langs. Probeer ook de volgende dagen en in de maand Ramadan wat meer liefdadigheid uit te geven. Het reinigt je. Het reinigt je van gierigheid. Probeer dat. En dat zou je ook, dat meen ik serieus, het zou je ook een geweldige gevoel geven. Een geweldig gevoel geven. Je moet het gewoon proberen. Maar je moet wel weten aan wie het geeft. Je moet wel, zeg maar, goed terechtkomen. Dus niet zomaar aan iedereen geven. Zoek mensen op die het ook verdienen. En mag ik een voorstel doen? Geef het bijvoorbeeld aan moskeeën. Die zich ook inzetten voor da'wa. Mensen die ook bereid zijn om wat te doen voor jongeren bijvoorbeeld. En ook voor Nederlandstaligen. Dat is erg belangrijk.
Want we zien dat er veel conferenties worden gehouden in het Arabisch. Maar we missen conferenties in het Nederlands. En ik praat over conferenties, ik praat over serieuze conferenties, hè. Waarin ook kennis wordt doorgegeven. Geef het. Soms heb je, wat ik ook weet van veel jongeren, dat ze bepaalde stichtingen hebben. En dat ze zelf ook bezig zijn om een gebedsruimte te regelen. Help die jongens. Steun ze financieel. Dat is ook een goede doel. Erg belangrijk. En kijk hoe de sahaba waren. De metgezellen. Als het ging om liefdadigheid. Uitig van liefdadigheid. Hoe zij waren. Omar zegt, radiyallahu an, dat de profeet ons een keer opdroeg sadaqa te geven. Sadaqa te geven. En dit deed hij in een tijd waarin ik over enig geld beschikte. Hij had geld en daar was hij blij mee, want hij kon uitgeven. De profeet vroeg ze om sadaqa uit te geven. Dus hij was blij, omdat hij geld had, omdat hij over geld beschikte, om het ook te kunnen uitgeven. Dus ik dacht, dit is mijn kans om één keer, maar dan ook één keer, van Abu Bakr te winnen. Eén keer. Abu Bakr was hem altijd voor. Met alles. Dus hij dacht van, dit is mijn kans. Ik heb geld. Ik kan nu van hem winnen. Hij zegt, en ik ging naar huis. Ik haalde mijn geld. Ik kwam aanzetten met de helft van mijn geld. De helft. De helft mee eigenlijk. En ik gaf het aan de profeet en zei. En toen zei de profeet tegen Omar radiyallahu anhu. Wat heb jij voor jouw familie achtergelaten, ja Omar? Wat heb jij achtergelaten, ja Omar? Toen zei Omar radiyallahu anhu, evenveel als dit bedrag. Dus de helft heb ik van mijn familie achtergelaten. En de helft heb ik meegenomen. En toen kwam ineens Abu Bakr aanzetten. En Omar dacht van, nou, dit moet ik kunnen winnen. Kan niet. Deze keer ga ik winnen. Toen kwam Abu Bakr met zijn geld aanzetten. En hij gaf het aan de profeet. Toen zei de profeet, wat heb je voor jouw familie achtergelaten? Denk, oh maar nou, hij zal wel meer dan de helft hebben achtergelaten. Weet ik zeker. Ik heb de helft meegenomen. Toen zei eigenlijk Abu Bakr, zijn prachtige woorden, zei hij, taraktu lahumullah wa rasulah. Ik heb Allah en zijn boodschapper voor hen achtergelaten. Hij heeft niks voor ze achtergelaten. Vertrouwen op Allah subhanahu wa ta'ala. Hij heeft al zijn geld meegenomen en als liefdadigheid aan de profeet gegeven. Subhanallah. En toen zei Omar, radiyallahu anhu, ik zal in de toekomst niet nog eens een poging wagen om van jou te winnen, ja Abu Bakr. Klaar. Wat ook wel fijn is in de maand Ramadan, is dat je anderen te eten biedt en uitnodigt om bij jou te eten. Bijvoorbeeld mij uitnodigen om bij jou te eten. Maar zo waren het zelf. Veel zelf zeiden altijd van, ik heb liever dat ik 10 van mijn vrienden uitnodig om bij mij te eten, dan dat ik 10 moslimslaven vrijkoop, zeiden ze. Dat vonden ze fijn. En dat deden heel veel van de grote geleerden ook. Mensen uitnodigen en hen te eten geven. En ook, zegt een van de zelf, zegt eigenlijk Abu Siwar al-Adawi, die zegt, ik kende een aantal mensen van Bani Uday, die het gebed in deze moskee verrichtten. Moskee waar hij ook gebed verrichtte. En vaak werd er dan ook daar gegeten. Hij zei, geen van hen heeft ooit alleen het vaste verbroken. Nooit. Als hij niemand kon vinden met wie hij kon eten, dan nam hij zijn eten mee naar buiten en nodigde voorbijkomende mensen uit om samen met hem te eten. Ik ga afsluiten, inshallah. Morgen praten we over de etiketten van het vasten. Praten we over zaken die vasten ongeldig maken. Praten we over hele belangrijke zaken waar mensen nog steeds mee rondlopen. Ze weten niet het antwoord op. Oké. Subhanakallahumma bihamdik.